Oké, welkom Mees en Job. Jullie spelen bij Vacasa Heren 1. En jullie hebben vandaag tegen SSS gespeeld. En naar aanleiding van deze wedstrijd willen we een You or Me challenge doen. En dan krijgen jullie vragen en daar moet je mee antwoorden met het bordje omhoog doen. Dus als je deze vraag van toepassing vindt op Mees, dan doe je Mees' bordje omhoog. En als je Mees van toepassing vindt op Job, dan doe je Job's bordje omhoog. Komt de eerste vraag. Wie van jullie heeft de meeste kans? Overduidelijk. Oei, dat gaat niet goed. Oké. Klopt niet? Nee. Oh man. Wie van jullie heeft de beste dance moves? Ja, bing. Job is bijna alles beter. Wie zal als eerste scheet laten op een date? Wie zou als eerst emigreren? Allebei niet. Wie zou emigreren? Ja, ik vind Job. Ik denk Job. Job of jou iemand die zo in Afrika gaat wonen? Nee, Australië dan. Australië? Ja. Wie zou een opblaasbaar dinosauruspak kopen en erin rond gaan lopen? 100%. Hij heeft ook een schapenpak. Hey, je mag niet afkijken. Een schapenpak, wist je. Wie zou zijn verjaardag vervalsen in een restaurant voor gratis cake? Wat? Wie zou zijn verjaardag vervalsen in een restaurant voor gratis cake? Hey! Wie kijkt hier? Mag dat niet? Nee, je mag niet cheaten. Wie speelt het meest vals met spelletjes? Gratis cake, jongen. Nee, dat ben jij natuurlijk. Huh? Wat dan? Ja, omdat je deed al vast. Dat wist ik niet. Ja, dan moet je bespelen. De spelers moet wel duidelijk zijn. Ik snap er nu helemaal niks van. Oké, je mag niet afkijken. Dus. Nee, je mag niet afkijken. Wie zou als eerst schreeuwen midden in een horrorfilm? Je hoort vanzelf of het goed is, hoor. Ja. Wie zou als eerst vals spelen bij een bordspel? Wie zou als eerst beledigd worden door een kind? Wat? Wie zou als eerst beledigd worden door een kind? Ik zal mezelf een keertje doen. Bing. Wie zou als eerste verborgen snoepvoorraad hebben? Dik? Ik heb een verborgen snoepvoorraad. Ja, vijf. Ik heb er vijf. Eentje in jouw laadje. Wie zou als eerste een bruiloft verpesten? Bing. Stop nou eens met kijken, jongen. Ik wil even kijken wat het goed is. Wie is meest bang voor clowns? Ja, kom op. Ja, wie van jullie blijft het langst trouwen van Kaza? Ik ga afsluiten! Hey! Oeh, dat is niet een goed teken, hè? Ja, ik weet niet. Ja, hij antwoordt je op, dus ik denk, het moet goed zijn. Goede antwoord is het toch goed? Dit is dan het spel echt niet. Nee? Wie van jullie drinkt toch stiekem een alcoholisch drankje op de avond voor de wedstrijd? Oeh, allebei. Dat gaat goed, hè? Ja, we hebben wel veel goede geantwoorden, want we goed nu op dit moment. Wie van jullie eet het slechtst? Dus ongezond. Ik. Ja, je bent vezels. Wie zou als eerste een overstap maken naar SSS? Ik ben mij! Dat was hem dan. Ik ben hem al geweest, hè.